Het meerjaren ontwikkelingsplan zal naar zeggen van minister Armand Achai Beshing van Financiën en Planning in het derde kwartaal van dit jaar af zijn. Het planbureau is bezig met het opstellen van dit plan, dat het land uit de huidige crisis moet helpen. Zowel het crisisherstelplan als het meerjaren ontwikkelingsplan van de regering bevatten volgens Achai Beshing belastingverhogende maatregelen en maatregelen in de sociale sfeer. Maar we hebben bijvoorbeeld 200 miljoen uitgetrokken voor een aantal sociale maatregelen als het nodig is, pakketten. We hebben bijvoorbeeld ook een bedrag uitgetrokken voor inkomensherverdeling, zo u wilt, loonaanpassing. Daar wordt nu ook samen met Rafak Sur naar gekeken. Dus het is een set van maatregelen en ik kan u zeggen dat er aardig wat geld teruggaat naar ondersteuning, het sociaal programma. Elke maatregel in het crisisherstelplan heeft een eigen tijdspad. Achai Beshing wijst er weer op dat er nog een paar maatregelen, zoals de BTW, moeten worden ingevoerd. 2021, 2022 en ik noem 20 omdat we in 2020 al begonnen zijn met een aantal maatregelen te treffen. U kent de government take, maar u kent ook het aanpassen van AOV, AKB, etc. in de sociale sfeer, in de verlichtende sfeer. Dus al die maatregelen zijn uitgezet in tijd. Als we denken aan bijvoorbeeld de invoering van BTW, dan is dat gepland voor mid-2022. Maar dat is nu al in voorbereiding en de implementatie, dus invoering, is gepland voor mid-2022. Minister Armand Achai Beshing van Financiën en Planning.